Ik ben er rotsvast van overtuigd dat niets gaat boven dat persoonlijke contact, boven die persoonlijke coaching met een taaltrainer waar je gewoon face-to-face informatie mee uitwisselt en op een heel constructieve manier mee werkt. Ik heb taalkunde gestudeerd uiteraard aan de Hogeschool in Gent. Ik ben licentiate vertaler-tolk, Frans, Duits, Nederlands van opleiding. En talen is altijd al mijn dada geweest en communicatie in het algemeen heeft mij altijd ontzettend geboeid. Wij hebben een talenbureau voor bedrijven. Heel kort uitgelegd, wij helpen bedrijven met taal- en vertaalproblemen. Dus wij organiseren taalopleiding in bedrijven, in-house, maar ook bij ons in onze kantoren in Deinzen. Wij organiseren taalworkshops, wij geven taalcoaching. Wij doen mondelingen en schriftelijke vertalingen voor bedrijven. Hetgeen waar ik professioneel het meest trots op ben, is sowieso de verwezenlijking van mijn eigen talenbureau, het uit de grond stampen van mijn eigen talenbureau, het ondernemerschap dat ik daar aan de dag heb gelegd en hoe ik eigenlijk uit het niets een talenbureau heb opgericht dat nu toch wel al mooie prestaties heeft geleverd en een mooie reputatie heeft. Ik heb ooit vernomen dat als een kind een taal opneemt voor de leeftijd van 8 jaar, dat heel spontaan gaat. Kinderen zijn echt sponsen. Die stellen zich geen vragen, die nemen alles in een spel op, die nemen alles heel, heel gemakkelijk op. Eenmaal dat men die leeftijd van 8 jaar overschreden heeft, of 9 of 10 jaar is, verloopt dat toch een stuk minder onbewust en minder spontaan en verloopt dat leerproces toch wel een stukje moeizamer. Dus hoe vroeger dat mijn mentaal onderwijs begint, hoe beter gewoon. Ik merk dat nu zelf ook bij mijn eigen kinderen. Ik leer hen het Frans al spelend aan en dat is gewoon verbazingwekkend. Hoe snel dat die zaken opnemen en hoe lang zij die zaken vasthouden. Verbazingwekkend. Dus daar mist men zeker kansen in het onderwijs, zeker en vast. Alle vormen van afstandsleren, onder welke vorm dat ook gebeurt, of dat nu e-learning is, dus het werken via een elektronisch leerplatform, ofwel via webcam training, dus het feit dat taaltrainer en cursist voor hun eigen computer zitten en via webcam met elkaar communiceren en documenten sharen en zo. Of het gebeurt via m-learning, mobile learning, dus applicaties op iPhone, iPad en dergelijke meer. Al die vormen van afstandsleren zie ik eigenlijk meer als een heel mooie en verrijkende aanvulling op face-to-face contactsessies. Ik heb ondertussen ook al heel veel webinars en dergelijke meer deelgenomen. Dat is allemaal wel handig en dat is allemaal wel fijn voor eventjes, maar er gaat toch niks boven dat persoonlijk contact. Dus ik ben niet zo overtuigd van het feit dat plotseling binnen dit en 10 jaar, laten we zeggen, dat plotseling alles zal vervangen worden door m-learning of e-learning of webcam training. Daar geloof ik op dit moment eigenlijk niet in. Als een taalopleiding wordt georganiseerd binnen bedrijven en ook zelfs in een ruimere context, dan mag je niet voorbij gaan aan het feit dat een ieders brein op een heel andere manier functioneert. Je kan niet voorbij gaan aan het feit dat sommige mensen een heel uitgesproken visueel geheugen hebben. Dus een visuele support, een afbeelding of een schriftelijke neerslag van iets nodig hebben om makkelijk dingen te assimileren. Andere mensen hebben dan veel meer nood aan een auditieve input, aan auditieve support om makkelijker tot taalassimilatie over te gaan. En nog andere mensen die hebben dan meer dat kinesthetische nodig. Dat kan zich bijvoorbeeld vertalen in het feit dat men luistert op leert of dat men als schrijvend zaken probeert tot zich te nemen. Heel veel mensen hebben de combinatie van de twee, hebben en of auditief en visueel geheugen of een heel uitgesproken visueel en kinesthetisch geheugen. En het is heel belangrijk dat men daar rekening mee houdt. De taal spreken van je zakenpartners is heel belangrijk. Iedereen kent wel de 4 principes van marketing. Know me, een bedrijf moet je eerst kennen alvorens zaken met jou kan doen. Like me, een bedrijf moet een goed gevoel hebben bij jou als vertegenwoordiger van je firma. Trust me, het bedrijf moet jou vertrouwen. En dan als laatste stap, buy me. Nu, via taal kan je zeker die tweede en derde stap heel mooi invullen. Je kan vertrouwen creëren bij je klant door net een beetje zijn taal ook te spreken. En door weet te hebben van zijn taal, van zijn cultuur, van de geplogenheden binnen die cultuur. Taal kan daar een heel cruciale factor zijn, liever, om ervoor te zorgen dat de klant jou liked en jou trust.